Mijn naam is Matthias. Mijn urban craft is bike art. Mijn passie, mijn hobby, mijn bijberoep is Dancing on Pedals. Dat is een merknaam met de bedoeling om van oude voorwerpen, het zij fietsen, het zij onderdelen van fietsen, speelgoed, van alles en nog wat, om dat terug te gaan recycleren. Sommige dingen hebben zoveel potentieel om te kunnen hergebruikt worden. Het is niet omdat iets voor iemand afgeschreven is, dat ik er niks meer mee kan doen. De hoofdactiviteit is betaalbare fietskapstokken maken. Als je fiets dat je zo trots op bent, moet je niet zomaar in je garage onder het stof laten verkommeren. Dan kan je gerust in je hang hangen, kan je zelf in je woonkamer kwijt. Die beugels ben ik beginnen maken gewoon omdat ik zelf niks vond dat mooi vond voor mijn fiets op te hangen. Ondertussen heb ik een drietal beugels. De een is nog volledig in ontwikkelingsfase. De surfplankbeugel noem ik de Turtle. Dan heb ik een volledig houten beugel voor fietsen. En die noem ik de Rhino. Het ziet er een beetje uit als een neushoorn van ver. Daarmee is eigenlijk heel het verhaal een beetje begonnen. Dat is mijn eerste prototype ontwerp dat ik gemaakt heb. Ondertussen zit ik aan versie 2. Het is nu gemaakt uit Belgische werk. Met een hele stevige, degelijke laag formica over. Dan heb ik nog een metalen beugel, de RAM. De RAM is volledig in inox. Is een beetje een retro design. Is meer het echte harde, het stuur, rauwe metaal. Enerzijds heb ik het fietsen echt nodig om te kunnen werken in mijn atelier. Maar anderzijds kan het een ook niet zonder het ander. Ik zou niet kunnen fietsen en gewoon mijn gedachten gaan verzetten als ik met mijn creativiteit, met mijn handen, dat jeukt. Als ik het niet gebruik, jeukt het.